Bewoners van het Maasdorpje Asselt maken zich grote zorgen over de komst van een nieuwe jachthaven. Een Maastrichtse ondernemer heeft een vergunning aangevraagd voor 268 grote boten. Ook de wijkraad van Asselt, het Watersportverbond en adviesorgaan Roermondse Natuur- en Milieuoverleg spraken zich uit tegen de plannen. Ja, we staan hier in Asselt, de parel van Roermond, Midden-Limburg. En de plannen zijn hier om naast een kleinschalige haven nog een grote, exponentieel grote haven te bouwen. En dat past volgens ons niet in dit hele mooie gebied. Het is een aaneenschakeling van natuurgebieden en dan zou je daar in het midden een grootschalige havengebied bouwen. Nou, dat vinden we absoluut niet kunnen. Asselt is een kleinschalig dorpje, het is een beschermd dorpsgezicht, heel cultuurhistorische waarde. En dat conflicteert dermate met dit havengebied. Daarnaast nog de aantrekkende werking van veel mensen, veel verkeer. Er is al veel recreatief verkeer hier, wandelen, fietsen en een klein beetje auto's. Maar er is ook veel verkeer op het water al. Er ligt hier een haven van 200 boten. Dat is eigenlijk al het maximum wat Asselt kan dragen als je de plassen ziet. Nou, er ligt nu een voorstel door het college met welk scenario wil je? Wil je de vergunning uit 2007 of wil je de grote vergunning? Hè? Dus wil je Askloa extra large of wil je Saint-Tropez aan de Maas, even zoals dat in de media wordt geschreven? Nou, daar mogen wij nu een besluit over nemen. En dat kunnen wij doen. Wij kunnen dat alleen maar weigeren als het gaat over een goede ruimtelijke ordening. Nou, dat is vrij beperkt waarmee je dan kan komen. Dus om dat goed te kunnen onderbouwen, dan daarvoor hebben wij externe bijstand gevraagd bij de gemeente, maar ook extern. Nou, daar gaan we nu goed naar kijken van welke mogelijkheden hebben we en hoe kunnen we dit wel of niet weigeren. Want we weten één ding zeker, de ondernemer heeft al tegen ons gezegd, als jullie weigeren, ga ik procederen. Nou ja, dat betekent dat dat ook mogelijke kosten voor de gemeente met zich meebrengt. En dat is niet mijn geld, dat is geld van onze inwoners. Daar moeten wij goed mee omgaan. En dat betekent dat welke keuze wij ook maken, dat moet goed onderbouwd zijn. En daarvoor zijn we nu aan het kijken van, welke mogelijkheden hebben we? Ja. We moeten hopen, Rob, hè. Dus we moeten niet zeg maar bij de pakken neer gaan zetten. Nee, we gaan door. En het is heel belangrijk dat we zeg maar blijven doorgaan, ook de mensen hier in de buurt nog eens walmen. En de initiatiefavonden, zeg maar, wat we hebben dan in de maart hebben gehad, daar waren meer dan 140 mensen op die avonden. Dus daar waren allemaal mensen, ik heb geen mensen, veel mensen gezien, überhaupt die voorstander zijn. Alleen maar tegenstanders. Vanwege de complexiteit van de situatie heeft de gemeenteraad besloten om extern advies in te winnen. Hierdoor wordt het definitieve besluit over de jachthaven uitgesteld tot naar verwachting juni.